tijdje geleden had ik echt net verloren van een van de grootste namen in Rocket League, Arsenal. Hij is een van de bekendste pro-players en ook nog eens een YouTuber met meer dan 500.000 abonnees. En vandaag ga ik hem echt hard in de maling nemen. Ik liet namelijk de beste 1v1-speler ter wereld, Nas, inloggen op mijn account om vervolgens weer een 1v1 tegen hem te doen. Dit wordt echt heel erg leuk, let's go. Op dit moment is Nas dus aan het spelen op mijn account, terwijl hij een 1v1 tegen Arsenal doet. Een van de meest bekende pro's uit Amerika. Ik zit nu op zijn scherm mee te kijken, ik hoor hem niet. Hij gaat als het goed is Arsenal echt inmaken. De vorige keer had ik namelijk net verloren voor Arsenal. En nu wordt het echt, nou ja, dit wordt heel erg leuk. Ik ben vooral heel erg benieuwd naar de reactie van Arsenal. I forgot about freaking Europe. Hij is een van de beste pro's. Jullie gaan zijn reactie in de video ook zien. Dit wordt echt een van de grootste pranks die ooit is uitgevoerd gewoon. Oh, dit is zo leuk. Hij staat al 1-0 voor gewoon. Jullie zien als het goed is de gameplay ook gewoon in beeld en ook reacties van Arsenal. Waarschijnlijk gaat Arsenal echt ingemaakt worden. Het is een best of 3, dus de eerste die 2 potjes wint die... Oeh, is dat? Die staat voor. En staat nu al 2-0 voor Twisty. Dit is echt, ja, Nas. Voor de mensen die het niet kennen, hij is de beste 1v1 speler ter wereld. Hij heeft net nog een 1v1 toernooi gewonnen waar hij echt 1000 euro's heeft gewonnen. Dankjewel Nas dat hij dit wou doen. Het was echt heel kort af. Ik vroeg ineens van, yo, wil je tegen Arsenal spelen? Zei hij, ja hoor. Nou, en nu staat hij alweer 2-0 voor binnen 18 seconden. Dit is echt geniaal, bro. Bro, Arsenal wordt gewoon ingemaakt door Nas. Dit is echt wel... Oh, dit is wel erg hoor. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen. Want ik denk dat Nas dit echt wel makkelijk wint. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd naar de reactie van Arsenal. Want die zie ik nu nog niet. Die zie ik later pas. Oh, dit is leuk mensen. Even kijken. Oh, wat goed dit. Dit is de beste prank die ik ooit heb uitgevoerd. Gewoon op een Amerikaanse YouTuber die echt ook gewoon heel bekend is in de Rocket League wereld natuurlijk. Oké, Arsenal heeft de boost. I missed. Arsenal is niet slecht, dat moeten jullie niet vergeten. Hij is oprecht een van de betere pro's uit Amerika geweest voor een lange tijd. En nog steeds gewoon. Oké, Nas gaat up. Ik ben benieuwd. Bro, Nas is zo... What the hell? Insane, wat is dit bro? Arsenal heeft nog niet echt... Nou, hij heeft wel een kans gehad, maar... Nice, missed open net. Hey, let's do it for that more, als je dit soort pranks leuk vindt. Want ik heb nu gewoon letterlijk de beste 1v1 speler ooit op mijn account. Die gewoon een best of 3 aan het... Oh, close. Aan het spelen is tegen een andere pro. Oké, Arsenal krijgt een goal, Het staat 2-1 nu voor mij, zeg maar. Wat zijn dit voor leuke pranks, toch? Oké, Nas gaat de lucht in. Ik ben benieuwd. Meestal als Nas de lucht in gaat, dan is het gevaarlijk. Wow, dat is bad. Oh, bro! Oké, nu een paar goals zijn gescoord, snapt de chat er al helemaal niks van. Er zijn mensen die echt gewoon denken dat ik zen ben. Oh, wat is dit een geniaal video idee. Ik wel, zeg ik het zelf. Dit is zo leuk. Gewoon, oh, heerlijk is dit. Mensen, ik zou zeggen abonneer, want ik ga misschien binnenkort weer met Nas 2v2 spelen. Hij is op dit moment, ja... Oh, bijna een plan B over Arsenal. Hij is op dit moment echt duidelijk de beste speler ter wereld, zeg maar. In 1v1 sowieso. Wacht, Psycho? Oh, bro. Ik ben zo benieuwd naar Arsenal's reactie. Het is natuurlijk een best of 3, dus hij moet sowieso nog een potje als hij nu verliest. Oh. Dit is voor Nas echt gewoon, ja, easy waarschijnlijk. Oké, hij heeft weer de bal. Het staat 3-1 nu, maar dat kunnen jullie zelf ook zien. Ik ben heel benieuwd wat de score gaat worden uiteindelijk. Ik denk wel dat Nas 2 games achter elkaar wint. Oh, dat is dat. Oh, wat is dit? Bro, ik ben zo benieuwd naar de reactie van zijn chat ook. Dit is echt... Oh, dit is leuk. Oh, wat erg dit. Eigenlijk is het wel zielig dat ik gewoon niet zelf aan het spelen moet doen. Maar dit is gewoon puur voor content. Ik ga nog een keer echt een 1v1 tegen Arsenal doen. En ik hoop dat ik die dan natuurlijk ook win. Maar dit moest ik even doen gewoon. Dit vond ik zo'n leuk video idee. Wat een save. Oh, hij saved hem gewoon. Hoe save je dat ook? Oh, wat een goal van Arsenal. Dat doet hij netjes. Dat is bad fitting. Oké, dit wordt volgens mij gewoon de 5-2. Hij zit in een hele vieze positie. En dan de musty. Oh, wat een musty. Oh, wow, hij is unlucky. Weer die kick-off. Ik wil echt die kick-off van Nas leren. Dat moet hij echt aan mij leren, gast. Ik ga binnenkort even in kalme Nas even die kick-off leren, want dit... Oh, dit is zo vies. 6-2! Ondertussen gaat mijn tv op de achtergrond uit, maar goed. Dat maakt niet uit. Eigenlijk maakt het wel uit. Wacht, ik ben heel benieuwd wat Nas gaat doen hier. Dubbel? Nee. Dat was bad. Oké, nu zegt de chat zelfs dat hij wordt afgeslacht. En dat is wel een beetje zielig voor Arsenal. Ik ben zo benieuwd wat Arsenal gaat zeggen. Ik ga zo meteen zijn reactie zien. Jullie zien het nu al ondertussen. Save. Wat een save ook weer. En maar mensen, ik ga zo meteen natuurlijk gewoon een donatie doen bij Arsenal. En dan ga ik natuurlijk de waarheid vertellen. Maar tot die tijd ben ik heel erg benieuwd naar zijn reactie. En ik vind het echt veel te leuk. En als jullie het bij andere pro's willen zien, laat het me weten. Dan gaan we dat ook proberen. Misschien tegen Zen zelfs een keer proberen te regelen. What a challenge. Oh, Arsenal wordt echt gebeat overal gewoon. Dat is crazy. 8-2. Ik weet eigenlijk niet of Arsenal dit leuk vindt tot nu toe. Ik moet natuurlijk gewoon inschatten wat zijn reactie is. Maar nou, Nas gaat weer de lucht in. Dat is waarschijnlijk goal nummer 9. Oh, bump. Een bump. Oh, bro, dit is zo vies.
Hij saved zelfs dit. En dat wordt gewoon 10-2. Wacht, hij spaart hem gewoon. Oh, wacht. Oh, deze bro. Nas is echt een 1v1 monster. Dat weet ik wel. Dit is echt... Wow, dit is insane. Wacht, gaat hij nog scoren? Ik denk het haast niet. Oké, nu is nog één game. Moet Nas nog winnen. Hij faked hem ook nog. Oh, oké, het eerste potje heeft Nas echt hard gewonnen. En de chat snapt er niks van. En Arsenal zelf ook niet. Let's go naar het volgende potje. Oké, de tweede game tegen Arsenal. Oh, dit is toch wel heel zielig eigenlijk. Maar ja, weet je, Arsenal is gewoon een hele goede 3v3 speler. En in 1v1 is Nas gewoon simpelweg de beste. Dus elke pro gaat dit waarschijnlijk zo... Oh, hij wordt gefaked weer. Fake. Dit is echt... Echt illegaal gewoon, gast. Mensen zeggen ook damn in de chat. Het is... Way, yo, bro. Oké. Weer een kick-off in. Dubbel? Oh, close. Hij had hem bijna. En hij saved dit ook gewoon. Het is echt... Was ik maar zo getalenteerd als Nas. En ik zal jullie één ding vertellen. Nas is begonnen als pro-player. Of nou eigenlijk gewoon als Rocket League speler. In Twisty toernooien. 3 jaar geleden speelde Nas allemaal Twisty toernooien. En nu is hij simpelweg de beste gewoon. Oh, zit dat bijna? Bijna. Arsenal gaat up. Gaat in goal maken. Oh, mooie goal. Nice shot. Heel mooi schot zelfs. Ja, dit laat al zien dat het... Ja, Arsenal is gewoon echt insane goed. Ik heb het heel lastig tegen hem in 1v1. Ik verlies zelfs waarschijnlijk vaak. De vorige keer was het volgens mij 4-3. Oh, wacht. Nas. Bro. Dat was zo vies bijna. Wat een save van Nas, bro. Die save. Wacht, ik wil echt de reactie van Arsenal te weten. En dan scoort hij ook nog. Wow, yo. Deze guy is echt... Wat? Bro, hoe doet Nas dit? Wat eet hij als ontbijt, gast? Hij zit gewoon een pro-player uit Amerika. Zit hij gewoon zo... Ja, veer over hem heen. Pinch erin. Oh. Dit is echt wel even insane, zeg maar. Oh. Weer een kick-off in. Dubbel? Ja, dit is een dubbel sowieso. Zonde, hij deed no-look dubbel. Dat was een... Hij zit gewoon... Wat is dit? De shot. Oh. Nas, jongen. No-look dubbel deed hij gewoon. Het is dat hij mij niet hoort, maar bro, dit is echt abnormaal, gast. Bro. Hij pakt weer de midboost af. Oké, ik ben heel benieuwd. Hij gaat airdribble. Hij heeft nog 20 boost. Scoort hij dit? Oh, bro, zit dat? Nee, dat zit niet. Wat een schot. Nice shot. Ja, Arsenal kan er ook wat van. Dat is meer dan duidelijk. Hij is niet slecht. Maar het is wel insane om te zien hoe makkelijk dit eigenlijk voor Nas is. Want voor mijn gevoel speelt hij nog ineens op zijn best. Als ik zie voor wat voor schoten hij allemaal gaat. Oh, hij dubbelt dit ook zeker. Dit is echt... Zoals je in beeld kan zien, vindt de chat het echt heel erg grappig dat Arsenal zo hard wordt ingemaakt. Ik ben echt heel benieuwd naar zijn reactie op het einde. Let's go. Ik heb nog nooit iemand zo goed gezien in 1v1. Ja, dat is ook logisch. Musty over hem heen. Oh, jammer. Oké. Oh, wat was die pop? Wat is dit? Als hij dit scoort... Langzaam. Arsenal wordt letterlijk gewoon kwijtgespeeld door Nas hier. Maar wie zou dat ook niet worden? Ik moet echt een 1v1 tegen Nas doen binnenkort. Laat ik dat gewoon doen. Als jullie dat willen zien, laat het me weten. Dan ga ik dat vragen aan Nas. Ik denk wel dat hij op zich daarvoor open is. Oh, Nas doet allemaal van die gekke bewegingen, maar het blijft gewoon werken. Oh, hij ceiling pinch zit er bijna in. Netjes. Oh. Ik vind het echt heel leuk om te kijken, gewoon. Het heeft Nas weer. Waarschijnlijk gaat hij iets moois doen. Hij gaat weer de lucht in. Ja, oké, dit wordt iets moois. Oh, bijna plan B. Nog 1,5 minuut. Arsenal doet echt zijn best, dat zie ik wel. Hij wordt gepreagent. Oh, dit heeft hij nog. Oké, als Arsenal dit weet te winnen, dan komt er een game 3. Maar ik betwijfel of er een game 3 komt. Ik bedoel, als hij een goal maakt, dan is er meer kans. Maar tot nu toe is het 5-2 met nog iets meer dan 1 minuut. Oeh, dat pinch je er bijna in. Oké, Nas, go crazy, bro. Hij ziet dat Arsenal preagent, dus hij wacht even. Dan gaat hij nu pas de lucht in. Oké, je weet gewoon dat als dit gebeurt, dan ben je eigenlijk klaar. Want dan gaat hij laag en dan... Oh, Nas, bro. Zo vies is dit. 2 game wins achter elkaar gewoon. Hij slaat hem ook op. Ik weet niet, dat ging denk ik per ongeluk. Want waarschijnlijk is het niet heel speciaal voor hem. Maar hij fakte Arsenal wel echt vies. Oh. Kijk, hij gaat weer de lucht in. Ik heb echt medelijden met Arsenal gewoon. Hij gaat via de ceiling. Wacht, scoort hij dit? Oh, bro. Wat is dit? Kijk dit.
Bro, dit is echt insane. Wow. Kijk wat die scoort tegen Arsenal, gast. Oké, nou, ik... geen woorden voor dat ik wat hier gebeurt gewoon. Kukse Pinch van Arsenal. Oké, nog 26 seconden. Dan hebben we gewoon twee game-ins. Of hij heeft Nas twee game-ins. Hij gaat nog voor de dubbel. Natuurlijk scoort hij dat. Dit is een eitje. Oké, ik denk dat het duidelijk is wie heeft gewonnen. Nas heeft hem gewoon twee games flink aangepakt. Ik ga even doneren aan Arsenal tegen wie hij heeft gespeeld. Ik denk dat dat een stuk duidelijker voor hem is. Want dit was echt gewoon letterlijk zielen gewoon. Hey Nas bro, dankjewel dat je het wou doen. Ik vond het heel leuk om te zien. En welke pro is next? Wacht, scoort hij nog een goal? Arsenal? Nee, laten we hem doneren. Want hij moet wel even weten tegen wie hij heeft gespeeld. Nou, dit was echt heel makkelijk voor Nas. Hij heeft gewoon 2-0 gewonnen. Ik had nog een donatie in Arsenal gedaan om uit te leggen dat hij tegen Nas speelde. En hij was echt heel erg verbaasd, want hij snapt er al helemaal niks van. Als je dit nou vaker willen zien met een andere persoon, laat het me dan weten. Als je nou nog een leuke video wil zien, klik dan op de video die nu in beeld staat.